Het hoofd van Nanninghaas is het doelpunt. Ja, een belangrijk toernooi voor Nederland en ze kwamen heel ver in de finale. En het scheelde me heel weinig of ze hadden nog een laatste goal gemaakt vlak voor het eind. Ja, Rensebrink op de paal. Rensebrink op de paal, ja. En, Rensebrink tegen de paal. Rensebrink tegen de paal in de slotfase van deze wedstrijd. Ik was in Londen de week voor Wimbledon. En alle tennissen zijn voetbalenthousiasten. En er werd veel over gepraat en veel naar gekeken. Ook bij de verschillende clubs waar we speelden. En op de eerste ronde Wimbledon moest ik tegen Vilas. Dat is ook een Argentijn. Het had Nederland net verloren van Argentinië en ik wist Vilas te verslaan op het centercourt van Wimbledon met 3x6-3. En de Engelse pers was eigenlijk op de hand van Nederland en die stond een grote kop in de krant dat ik revanche had genomen voor het verlies in het voetbal. Was dat ook iets wat tussen jullie onderling speelde? Waren jullie dat bewust? Dat waren we wel bewust, ja, maar tegen Vilas had ik altijd op gras een goede kans. Hij was meer een gravelspeler en op gras wist ik meestal wat te verslaan, dus ik wist dat ik een goede kans had. Maar dat is voor je topvolley. Ja, het was voor mij een bijzondere wedstrijd natuurlijk. Het was voor het eerst dat een Nederlander in de halve finale Wimbledon stond. Maar ik moest tegen Borg, die op dat moment toch wel de sterkste in de wereld was. En, het was een hele lastige tegenstander voor mij, want hij was fysiek heel sterk, hij was heel snel op de baan en hij was eigenlijk gewoon beter. En het begon al beroerd toen ik de toss had gewonnen en ging serveren, begon ik mijn service te verliezen. Dus ik heb eigenlijk de hele wedstrijd achtergestaan en ik verloor uiteindelijk met 6-4, 6-4, 6-4. Wat een redelijke uitslag was, maar daar koop je niet veel voor. En Borg was natuurlijk al een fenomeen, het ijskonijn, mentaal ijzersterk. Ja, hij was nooit van zijn voeten of van zijn stuk te brengen. Zijn bijnaam was IJskonijn en hij kon foute beslissingen of dat hij goede ballen sloeg. Hij reageerde hetzelfde en hij was gewoon heel sterk op de baan, zowel fysiek als mentaal. Als u zichzelf als tennisser moet typeren, ook afgezet zeg maar tegen Borg en zo, wat zijn dan de verschillen? Ja, ik was zelf toch wel redelijk allround. Ik was minder krachtig, minder fysieke kracht. Ik was ook snel ter been, maar ik kon niet iemand overpoweren. En ik had een hardere service eigenlijk moeten hebben, dan was ik misschien nog een plaatsje hoger geëindigd.